Hey, welkom bij Lumpcash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En vandaag gaan we even kijken naar belasting. Ja, leuker kunnen we niet maken, wel makkelijker. Ja, zo is de slogan, hè. Moet je belasting betalen over je crypto? Die vraag krijgen we eigenlijk best wel veel. Ja. Het antwoord is heel simpel, ja. Hoe werkt dat dan? Je betaalt belasting over je vermogen. Dus over je totale vermogen. Ja. En daar horen bitcoins bij. Ja. Dat betaal je in box 3 als je je belasting in gaat vullen. En dan geef je aan, als je dus over 2017 belasting in gaat vullen, geef je aan wat op 1 januari de waarde was van je crypto. Ja. Zo werkt het. Ja. Dus je geeft, in dit geval, als je bitcoin invult, rond de $20.000 ergens aan, want dat was het waard in januari. Dus ja, dan heb je nu, sta je er niet zo lekker voor op dit moment, maar dat is wel hoe het werkt. Daar zijn ook wel klachten over geweest. Dus ze zijn wel aan het kijken hoe ze dat willen gaan doen. Hoe ze dat kunnen veranderen eventueel, ja. Omdat het zo volatiel is. Ja, ja. Goed, kleine puntje. Met je vermogensbelasting mag jij alleenstaand 30.000 euro belastingvrij hebben. Ja. Hoef je geen belasting over te betalen. Alles wat daarboven zit, ga je belasting betalen. Ja. Ben je met een fiscaal partner, dan mag je 60.000 gezamenlijk hebben aan eigen vermogen. Hoef je nog geen belasting te betalen. Ja. Dus alles wat daarboven komt, dan moet je belasting gaan betalen. En heb jij dus bij wijze van spreken, ik zeg maar wat, 60.000 euro spaargeld samen met je vrouw. Dan hoef je nog niks te betalen. Maar heb je ook een ton aan bitcoins, ja, dan moet je over die ton wel belasting betalen. Ja. Goed. Zeg maar. Ik weet niet wat je wil laten zien. Het tabelletje. Ja, pak het tabelletje er maar even bij. De percentages vallen hier in Nederland nog wel mee, hè? Ja, dit ligt aan hoe jij je vermogen hebt opgebouwd. Kijk, heb jij inderdaad een ton aan bitcoins verdiend het afgelopen jaar? Ja, dan doet het niet zoveel pijn. Maar heb jij een ton geïnvesteerd aan bitcoins? Ja, dan kan het... dat is natuurlijk aan welke kant je zit. Er zijn verschillende categorieën en dit is dan even per persoon, hè? Dus per hoofd. Ja, want je mag, als je dus met z'n tweeën bent, een fiscaal partner hebt, mag je deze bedrag verdubbelen. Ja, wat Barry al aangaf, tot en met de 30.000 is nul, hoef je helemaal niets te betalen. Daarboven van de 30.000 tot de, laten we het even afronden tot een ton, betaal je 0,60, is al iets minder als vorig jaar. Ja, het is iets verlaagd. In 2017 was dat 0,86 als ik het goed heb. Ja. Boven de ton tot en met een miljoen. Het is niet helemaal, maar om erbij. 1,30%. En alles boven de 978.000 euro is 1,61%. Ja. Dat zijn de percentages waar je mee te maken hebt. Ja. Dus, wat wil je zeggen? Nee, als je dus een vermogen hebt van 130.000, laten we het daar even op houden. Ja. Heb je een vermogen van 130.000, is daar dus 30.000 belastingvrij. Ja. Dus moet je over een ton, zoals je daar ziet, 0,60 betalen. En dan moet je dus 600 euro belasting betalen. Ja, ongeveer. Nou, en dan gaan we er nu wel vanuit dat je alleen maar bitcoins had en geen spaargeld en zo. Hè? Want dat wordt anders opgeteld bij het belastingvrije vermogen wat je hebt. Dat zeg ik, je hebt 130.000. Die 30.000 is belastingvrij, dus moet je over een ton moet je betalen. Ja. Dus dan zou je 600 euro belasting moeten betalen. En dat vind ik eigenlijk nog best wel weinig. Want in andere landen, zoals in Frankrijk, zijn ze laatst van 45% naar 19,7% gegaan, geloof ik. Dus daar is het al een stuk meer. En dan gaan hier gegarandeerd ook dingen veranderen. Maar dit is op dit moment hoe wij ervoor staan hier in Nederland. Ja, de belasting. Ja. Wat wel een belangrijk nootje is misschien, juist om het feit dat de cryptocurrency op 1 januari wordt gewaardeerd, bestaat de mogelijkheid natuurlijk om de waarde voor 1 januari te verlagen. En dat kan bijvoorbeeld door het investeren, ik noem maar iets, in een eerste huis. Wel een eerste huis dan. Hè? Want een tweede huis wordt ook weer berekend in box 3 en het vermogen. Dan moet je ook weer belasting aan betalen. Dus die mogelijkheden zijn er. Maar daar wil ik niet zo diep op ingaan. Ik denk dat we dit was gewoon de belasting van. Ja, dit is hoe het zit. Je moet belasting betalen. Ja. Het is nou eenmaal zo. Het valt op zich wel mee. Zeker met wat je eventueel in de crypto kan verdienen. Dus hou daar wel gewoon rekening mee. Ik denk dat de komende jaren de overheid daar wel meer en meer op gaat letten. Ja, er gaat zeker regulering komen en dat gaat ook veranderen wat betreft belasting, denk ik. Ja. Nou goed,
dit was het filmpje over de belasting. Ik denk dat het, daar wordt toch wel regelmatig naar gevraagd. En dat we daar wel even een klein filmpje over moesten maken. Om duidelijk te maken hoe dat nou precies zit. Vind je dit soort filmpjes nou leuk? Abonneer je dan op ons kanaal. Druk even op het belletje. Krijg je een berichtje als we weer een nieuw filmpje posten. En zorg dat je erbij bent. Elke zaterdag om 11:00. Ja, livestream. Ja. We hebben ook nog een Discord kanaal. Dus mocht je vragen tussendoor hebben of snap je iets niet helemaal. Word er dan lid van. Hieronder het filmpje staat sowieso het linkje daar naartoe. En we zien jullie graag weer bij het volgende filmpje. Later.